20-jarige Belg met de hypo van Jos van dat Dijhoeven. En dat is weer zo'n Belgisch warm paard. Is in eigendom van Stoeterij van de Heffing. En hypo van, dus ook de sponsor. Zoon van Cooper van de Heffing. Cooper van de Heffing die ook internationaal goed gepresteerd heeft. Is nu verkocht. Ik weet niet of hij nog ter dekking gaat staan bij Stoeterij van de Heffing. Dat moeten we hem maar eens vragen. Langs moederzijde gaat deze terug op Excellence van Dabdijhoeven. Diamant de Semilly. En dan Clinton. En dit is de stam van een heel apart springpaard. Namelijk Dax van Dabdijhoeven. Dax van Dabdijhoeven, die wereldkampioen werd bij de zevenjarige, een paar jaar geleden. Dat was dan in Lanaken. En ondertussen heel performant is, op hoog niveau, vijf sterren niveau, met Pieter de Vos. Deze hengst heb ik vorig jaar aan het werk gezien. En was toen nog een beetje wisselvallig. Dat wil zeggen, hij liet hele, hele goede dingen zien. Afgewisseld met, ja, wat minder. Ik heb de indruk, er is ook een ruiterwissel gebeurd. Ik heb de indruk dat Perigeril het allemaal een beetje beter onder controle heeft. Is ook een jaartje ouder, moeten we ook zeggen. Toont veel kwaliteit, veel bascule, heel spectaculair achteraan. Goeie hoor. Is een hengst die het nog wel eens heel ver zou kunnen brengen. Goeie omloop maar de tijd. Eén puntje voor tijdsoverschrijding, dat is jammer. Ja, inderdaad. Maar, naar mijn idee, denk ik niet dat hij het heel erg zou...